Wow! What is up, you people out there? Ik ga op zoek naar het YouTube-talent van 2017. Deze hele week komt er elke dag een video online met één van de 7 deelnemers. En uiteindelijk mogen jullie bepalen wie jullie de beste vonden. Jullie mensen, jullie vragen je ongetwijfeld af, Kelvin, hey, waarom komt er een video op maandag? Je upload al de hele week en nu nog steeds naar het is, omdat het vandaag de tijd is voor jullie om te stemmen op jouw favoriet van de Niks en Kliks wedstrijd. Jazeker, dus geniet ervan en go. Ik heb er helaas vandaag geen paprika's mee, dus dat is echt... Ja, boy! Ik heb een soort deal gesloten met God waarin hij mij paprika's toewerpt op het moment dat ik er geen heb. Ja, sorry, dat is niet voor iedereen weggelegd, maar voor mij wel. Hij is echt goed ook. Hij is alleen helemaal... Hoe kan dit? Hoe de fuck kan dit? Echt, hè? Nou goed, lieve mensen. Hoi. Als jullie een heel klein beetje hebben opgelet deze week, dan hebben jullie gemerkt dat er elke week... Nee, Als jullie een beetje hebben opgelet deze hele week, hebben jullie opgemerkt dat er elke dag van de week een video online kwam met een andere YouTuber, namelijk een kleine YouTuber die ik graag wat groter wil maken. En vandaag is het moment daar. Het is aan jullie om je stem te laten horen over wie jij het beste vond, wie jij het leukste vond, om wie jij het hardst hebt gelachen. Het kan allemaal. En vandaag blikken we nog heel even terug de mensen met wie ik dan heb gefilmd. Snap je? Zo gaat het dan in dat leven. De eerste deelnemer van de wedstrijd was Govert. Govert is mijn grote vriend. Je weet toch, Govert, dat is goed. Ja, oké, top. Govert en ik hebben elkaar zijn WhatsApp gesprekken gelezen. Dat was heel erg leuk. Dit was ongeveer hoe het eraan toe ging. Piep, piep, hoera. Hoera, yo, hoe ben je? What the fuck? Ja, maar je moet even zoeken op hoeren. Je hebt nu alleen op hoeren gezocht. Nee. Deze gast. Dat was dus Govert. En vond je Govert nou het leukste, dan kun je in de comments Govert achterlaten. Of Valtak, zoiets kanaal, maar goed. Maar ik zal jou nog heel veel wachten op de volgende paar. Want dan heb je even allemaal fresh memory, weet je wel. En dan weet je gewoon hoe het is. Nou, en dan kun je een goede keuze maken. Snap je? Niet meteen dat je nu zegt Govert, terwijl je straks iemand ziet. En denkt, hey, ik vind die ook leuk. Misschien wel leuk. En dan gaat het... Snap je? Vervolgens maakte ik de dag daarna een video samen met Senna, dat was mijn kleine zusje. Mensen, oké, het hele zusjes ding was een grap. Je kent me hopelijk. Je weet dat ik grapjes maak. Mijn grapjes altijd van topniveau zijn. Senna is niet mijn echte zusje. Er hing een broer en zusrelatie in de lucht, dat moet je zeker toegeven. Het was heel erg gezellig, de video was heel erg leuk geworden. Maar het is niet zo dat wij dezelfde moeder hebben. Dat is zo. Neem niet weg dat de video heel erg leuk was om te maken en ik vond hem zelf best wel grappig en ze een soort van cuteness overload, dus dat vonden jullie volgens mij ook heel erg leuk. Zo ging het ongeveer. Geef het Jolie! Het is gewoon Esther Knol! Bier, Esther Knol. Oké, jij gaat voor Esther Knol, ik ga voor Geef het Jolie. Ben je er klaar voor? Het is Esther Knol! Nee! Maar ook echt, maar dat scheelt echt niet veel. Vind je Senna nou geweldig? Dat kan. Dan kun je op haar stemmen. En dat kun je doen door hieronder Senna te zeggen. Maar wacht even tot de rest. De derde deelnemer, ik zal er niet omheen lullen, het is Oscar. Oscar, de enige echte jongen die Zweeds kon praten. En hij zei hallo in het Zweeds en dat was gewoon hallo in het Nederlands ook. Zo zeg ik, ja. Oscar en ik hebben geprobeerd om Turks te praten, dat ging niet extreem goed. Laten we het daarop houden. In de comments gingen jullie ook een beetje gek over het feit dat het niet goed Turks was. Ja, wat verwacht je van Google Translate, oké? Okay? Ik zeg zelfs in de video nog, oh, ik denk echt niet dat dit klopt. Want hashtag Google Translate staat gewoon in beeld. Stond fucking groot in beeld. Maar neem niet weg dat de video heel erg leuk was geworden. Volgens mij, ik vond hem leuk. Volgens mij vonden jullie hem ook leuk. Iedereen, ja, zeker. Mocht je de video nog niet hebben gezien, dan ging het er ongeveer zo aan toe. Het enige wat ik versta is mijn naam. En dat is ook nog Kevin waarschijnlijk. Ja. Oh nee, dit is wel Kelvin. Zeg het zelf eens. Okay. Even zo duidelijk mogelijk. Amreklam eglesiers Kelvin Canali. Oké, okay, Kelvin, kanaal, reclames, toch? Ja. Ja? Jezus, ik moet echt stoppen met chappen. Jezus. Dus vind je Oscar nou geweldig? Dat kan ik me zeker voorstellen. Dan kun je stemmen op Oscar hieronder. Je weet hoe het gaat. Dat is heel simpel. Stem op Oscar. Of niet. Of Senna. Of Govert. Je weet hoe het gaat. De volgende deelnemer in de show was Daniel. Daniel was hier met zijn vriendinnetje. Hallo, vriendinnetje van Daniel. Alles goed? Ze waren met z'n tweeën. Heel gezellig. Cute koppel. Lekker. Daniel en ik hadden een, nou ja, toch wel het meest dodelijke kaartspel ter wereld. De kaart moest trekken en dan stond er iets op en dat moest je doen. En dat heeft er uiteindelijk in geresulteerd dat ik zijn oor heb gelikt en zijn achterhoofd heb gekust. Het was een beetje gek. Dus die tegenstander op zijn haar achterhoofd. Wat zei je dat? Ja, what the fuck? Kies je plek. Ja, ik weet, ik ga precies hier. Oké. Dus heb je nou zoiets van, hé, die Daniel, dat vind ik wel een leuke gast en hij kan het ook best wel goed en ik wil op hem stemmen. Dat kan je doen door hieronder het woord Daniel te plaatsen in de comments. Lekker. Daniel, hallo. Dan is het de beurt aan Mart. Mart was zeker aanwezig tijdens de Van Niks naar Kliks wedstrijd. Hij was heel erg uitgesproken over alles wat hij dacht. Yo, Mart, alles goed. Ben je liever een pinguïn die niet kan zwemmen of een vogel die... Nou, laat maar zitten. Mart en ik deden de Would You Rather Extreme, waarin ik allerlei extreme dingen bedacht waar hij niet... Ja, hij kon niet echt kiezen. Hij moest extreme dingen voor mij bedenken, maar dat ging niet extreem goed of zo. Neem niet weg dat het video wel heel grappig is geworden. Dus dit is ongeveer hoe Mart het heeft gedaan. Een baard van 3 kilometer. Oh ja. Of een penis van 3 kilometer.
Dude, what the fuck? Dat is oprecht best wel een goeie. Geen idee waarom ik daar aan dacht. Überhaupt alles van 3 kilometer is dit. Yo, Mart. I love you, Mart. Mart, you my boy, man. I love you. You the realest, man. Je moeder keek ook, denk ik. Mocht je nou Mart willen stemmen, dat kan zeker. Dat doe je door hier onder het woord Mart achter te laten. Ik zal het even voor je spellen. M-A-R-T. Mart. Zoals die maand, maar dan zonder A. En dan zijn we aangekomen bij de ene laatste deelnemer. En dat was lieve, lieve, lieve Cheyenne. Cheyenne. Nadat ik alleen maar video's heb gemaakt met kerels, dacht ik, weet je wat, laat ik ook eens een keer een video maken met een dame. Cheyenne was leuk. Ik vond Cheyenne echt leuk. Leuk was Cheyenne en ik gingen elkaar leugens proberen te vertellen. Om elkaar zo beter te leren kennen. Moesten van elkaar raden of iets een leugen was of niet. En dat ging goed. Laat ik het daarop houden. En als klap op de vuurpijl is de video ook nog leuk geworden ook. Kijk maar even mee. Lieve Cheyenne. Lieve Kelvin. Ik heb voor zal ik nog weten meteen. Ooit is een jongen gekust. Maar bedoel je daarmee zeg maar op de mond of op de wang? Ja, op de mond. Is het waar of is het niet waar? Het is voor de kijkers natuurlijk ook iets spannends. Ja, weet je, dit is echt een video waarin jij gewoon helemaal geëxposed wordt. Ik expose mezelf. Dus denk je nou bij jezelf, hé, die Cheyenne die vind ik wel leuk. Dit vind ik eigenlijk de leukste van alle deelnemers. Nou, dan kan je op haar stemmen hieronder. Dat doe je door Cheyenne te zetten in de comments. Ik zal het even voor je spellen. C-H-E-Y-E-N-N-E. Denk ik. Waarom heet niet gewoon iedereen Calvin? Als je Calvin heet, de makkelijkste naam ooit. Dat is niet waar. En als laatste deelnemer, de enige echte Hanwee. Hanwee als ik hallo. Ching chong ciao. Hanwee en ik gingen oude tweets van YouTubers bekijken. Nou, dat was natuurlijk een soort van dikke expose of zo. Ik heb lol gehad. Laat ik het daarop houden. Ik vond echt lachen. Hanwee was eigenlijk degene die deze hele show een beetje multicultureel heeft gemaakt. Dus Hanwee, bedankt daarvoor. We hebben dus oude tweets van YouTubers teruggelezen. Ik vond het fucking grappig. Dit is ongeveer hoe het ging. Concierge vroeg waarom ik alleen zat. What the fuck? Alsof hij vroeger vrienden had. En alsof er iemand zo debiel is nu naar school te gaan. Wow. Naar school, oké. Okay, dat was 2010. Dat is lang geleden. Nee, zeg, dat de aarde toen al bestond. Dat is toch raar? Volgens mij wist ik niet eens toen of YouTube bestond. Weer een man, denk ik. Of niet? Monica? Ja! Serieus? Ja, nee. Wow! Je weet het niet. Dus heb je nou zoiets, hey Hanwee, ik vind jou wel grappig. Dan kun je op Hanwee stemmen. Dat doe je door in de comments hieronder achter te laten. Hanwee, ik zal het even spellen voor je. H-A-N-W-E. Hanwee. Voordat ik jullie allemaal ga opdragen om te stemmen, ga ik nog één ding zeggen, namelijk, denk goed na. Oké? Okay? Denk goed na bij degene waarvan jij dacht, hey, ik denk dat die persoon de potentie heeft om een groot YouTuber te worden. Ik wil meer van zijn of haar video's zien. Denk daarbij na. Er is best wel een verschil qua abonnees. Sommige YouTubers hadden al 40.000 abonnees. De andere YouTubers hadden letterlijk 100 abonnees. Dus het is niet eerlijk om op basis van publieks aantal te gaan stemmen. Kijk naar jezelf en denk gewoon, hey, die vond ik leuk. Of ze nou 100 abonnees heeft of 5000 abonnees. I don't fucking know. Denk gewoon goed bij jezelf. Nou, oké, die vond ik leuk. Daar heb ik om gelachen. Dat was een leuke video. Ik ga op die persoon stemmen. Let's go. En dan vraag ik natuurlijk af, hey Kelvin, hoe gaat het nou als volgt? Nou ja, ik ga niet meteen een winnaar kiezen. Uit jullie stemmen komt de top 3. En met die top 3 ga ik nog een keer een video maken op mijn kanaal en op het kanaal van die persoon om te kijken hoe dat allemaal gaat. Er komen nog meer video's met de top 3 aan. Superleuk, hey. En uiteindelijk, nadat al die video's zijn gemaakt, video's op mijn kanaal, video op het kanaal van de YouTuber, dan ga ik uiteindelijk degene zijn die beslist, weet je wat? Jij bent de winnaar. En wat er daarna gebeurt, is ongelooflijk, mensen. Ik vind het nu al een fantastische wedstrijd. Ik vond het superleuk om met alle deelnemers een video te maken. Maar nu is het aan jullie de taak om je toetsenbordje te pakken, om naar beneden te scrollen, om die vingertjes over die toetsen te laten glijden en het woord te typen waarvan jij denkt, hey, die persoon is de nieuwe grote YouTuber van 2017. Mensen, stem als wilde dwazen en eet paprika's tot je erbij neervalt. Dikke kus van Kelvin.